Bart, allereerst gefeliciteerd met de overwinning. Hoe heb jij de wedstrijd ervaren? Dankjewel. Ik denk een hele goede wedstrijd van ons. Veel druk op de tegenstander, veel kansen gecreëerd, goed voetbal aan de bal. Dus ik denk een terechte overwinning. Je bent veel opgekomen zoals we je ook kennen. Dat is een beetje je handelsmerk. Hoe heb jij dat ervaren in de wedstrijd? Ja, ik denk dat de samenwerking met Mees en Daan goed verloopt. Natuurlijk, ik ben nieuw bij de club, dus het is even fine-tunen allemaal. Maar ik denk dat het best goed gaat. Je praat erover buiten de wedstrijden. En dan, Daan soms aan de binnenkant, ik aan de buitenkant, soms wisselen. En tot nu toe bevalt het goed. En hoe is de sfeer nu in de groep? Heb je dat al een beetje opgemerkt zojuist? Ja, ik moet zeggen dat we wel een overwinning nodig hadden. Ook gewoon voor het groepsgevoel natuurlijk. We spelen goed voetbal. Alleen voor Twente is het ook gewoon belangrijk dat je voor 3 punten speelt. En zeker in eigen huis. Dus dat, de sfeer was heel goed in de kleedkamer.